zaligste nieuwjaarwens die er kan bestaan. Want er is al genoeg narigheid in de winterwereld. En laten we eens gaan beginnen met de sleutels van de toekomst. Wat gaat het voor dit jaar met zich meebrengen? Dus ik ga met jullie met sleuteltjes beginnen. Sorry, ik heb een berg ringen gekocht. Kijk, voor de ASMR video's te kunnen tikken. Ik zag dat dat heel erg is aangeslagen met ringen. En ik, als je dus je video hebt gezien van Action. Als je het nog niet gezien hebt. Even kijken hoor.
Dus vandaar de nieuwe manier. Of voor glas met drinken. Opletten. Even goed zoeken. Iets bij hem ligt lekker. Het is wat matte van geluid. Ik denk dat komt omdat het drinken is. Ik zie te zoeken of ik nog iets kom. Ik zal mijn spaardoosje pakken, zoals dit. Maar waar ik voor jullie nu natuurlijk mee wil nemen vandaag, is natuurlijk de sleutels. Mijn wens is natuurlijk dit jaar dat we natuurlijk een huis krijgen waar we op gereageerd hebben en dat we mogen bezitten. Dat zou natuurlijk mooi wezen. We zijn nog steeds druk aan het reageren op een huis. Dus mochten we verhuizen, is natuurlijk mooi meegenomen. Maar goed, ik zal eens wat geluidjes laten horen. Gewoon omdat elke sleutelbos een ander geluid geeft. En ik dacht, sleutels in de hoop 2023 een hele mooie, prachtig jaar kan worden. Hoop ik. Op een nieuw huis. En misschien ben je zelf ook wel op zoek naar een nieuw huis. Laten we dan deze video gebruiken. Of je gaat je huis verkopen, dat kan natuurlijk ook. Of je gaat je huis verhuren, dat kan natuurlijk ook. Dat je een mooi, succesvol jaar hebt met het vinden van een nieuw huis. Of de sleutel vindt van de liefde. Dat kan natuurlijk ook. Dus ik dacht, laten we eens allemaal geluidjes gebruiken. Ik heb hier van die gietijzeren sleutels voor decoratie. Dat zijn van die hele grote sleutels. En ik dacht, kasteel. Echt zo. Kijk, oh. Zie je dat, hoe grote sleutels. Thank you.
Sorry, ik ben een beetje mijn stem kwijt. Niet vanwege de verkoudheid. Ik heb mijn stem een beetje verheft. En ik kan niet heel hard praten, want dan ga ik altijd mijn stem kwijt. Dus dat heb ik nu ook. Dus ik heb af en toe even van... Het zit niet lekker. Maar zo klinkt onze sleutelbos van onze auto en huissleutel. Zou je afvragen, wat zit er dan allemaal in je autohuissleutelbos? Nou, de autosleutel, zoals je ziet. En onze huissleutel. En er zit nog een sleutelhanger met een leren Ford logo, omdat wij rijden in een Ford Focus. En er zit hier zo nog een clipje aan. Oeh, dat is ook leuk. Zit ook nog mijn naamsleutelhanger. Dat is de enige naamsleutelhanger die wij hebben. En we hebben een muntjes ding voor in het karretje. Die steek je zo in een winkelwagentje. Trek je eruit. En je karretje is open. En je hoeft nooit meer in dat karretje meer muntjes te stoppen. Tenzij dat je weer vastklikt. Dan weer wel. Maar dit stop je er zo in. Trek je eruit. Sleutels wegberg. En je hebt in principe geen muntje meer nodig voor het karretje. Dus ja, dit is ons sleutelbos van de auto.
jasje. Kijk, van het urren. Het is al aan het vergaan. Ik moet eens een keer op zoek naar een nieuwe. Daar zitten mijn e-scooter sleutels in.
die slotkettingen. Dus ik dacht, samen met een ander sleuteltje. Moet vast ook wel een lekker geluidje maken. Als ik aan het editen ben, dan hoor ik al die pingeltjes en klepjes.
Maar goed. Nu dat we allemaal zo lekker bijgekomen zijn, ga ik jullie vertellen, deze hele week is het een ASMR video week. Ik ga met jullie me van alles en nog wat over hebben. Morgen komt de ASMR video. Die is aangevraagd over mijn tatoeages. Dan ga ik vertellen over mijn tatoeages. Dus die komt eraan morgen. Ik heb namelijk nog een paar foto's nodig voordat ik kan gaan beginnen. Maar aangezien dat ik niet foto's kan maken op mijn rug, gaat niet echt lukken. Heb ik even mijn man erbij nodig. En aangezien dat het vandaag 1 januari is en we vandaag naar lekker naar het strand zijn geweest, lekker relaxed, lekker tot jezelf, lekker eruit waaien op het strand. Sorry. Zijn we er niet aan toegekomen. Dus strakjes voordat ik ga slapen. Net als we gaan slapen. Vraag ik even aan mijn man of hij even een foto van mijn rug maakt. Waar de tatoeage op staat. Zodat ik het aan jullie in het videoje kan laten zien. En vertellen waar het over gaat. Want ja, ik heb een hele berg tatoeages. Ik heb 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. 7 tatoeages, zeg ik dat goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. 7 tatoeages. En ik heb bij alle 7 een betekenis. Ja. En daar ga ik het met jullie over hebben. Over die tatoeages. Dus vinden jullie dat leuk en interessant? Zou ik zeker morgen kijken. Over die tatoeages. Dus dan ga ik er iets vruchtvol. En dan zeg
zeg je, ja, maar je bent je huis aan het opknappen en je bent al van alles aan het doen. Nou, heel veel spullen hadden we al bij elkaar verzameld in huis om het al te doen aan dit huis. Het enige wat wij nog een keer moeten investeren is verf voor de trap. Maar ja, je kan niet klakkeloos elk verf op je trap gooien. Het moet toch wel enigszins goede verf zijn, dus ja, dat is sowieso wat gedaan worden en alle kozijnen moeten geschilderd worden. Zo kan ik hier niet weg, dat kan ik niet aan achterlaten, dat zit niet in mij. Dus ja, dat moet sowieso een keer aangeschaft worden. Dus dat komt dus zeker nog aan. Ja. Mijn verlangens is best wel hoog naar een nieuw huis. De tijdperk afsluiten wat we hier in huis hebben meegemaakt. Mooie dingen, minder mooie dingen, stressvolle dingen. Ja, echt zoveel in dit huis. En ik ben zo toe aan een nieuwe start. Ik weet niet of mensen dat zich kunnen voorstellen. Toe zijn aan een nieuwe start. We hebben ons voorgenomen om 2023 ons jaar te maken. Dat het echt in teken staat van nieuw geluk, nieuwe dingen meemaken. We hebben natuurlijk dat we op vakantie mogen, dus dat is iets nieuws. Dat geeft ons vreugde, passie en dat soort dingen. Daar kijken we heel veel naar uit. En we hopen natuurlijk ook dat het ons mag lukken voor een ander huis. En ja, we hebben dan misschien niet gelijk alle centjes bij elkaar om het huis helemaal op te knappen. Maar dat komt wel. We gaan dan meteen hieruit, daarin. En we gaan hier meteen hier alles uitzoeken. En wat we nodig hebben, dan gaan we hier gewoon 2 dagen of zo thuis opengooien. En dan is van, pak mee wat je mee wil nemen en wat je wil hebben. Neem mee, weg is weg. Einde van de rit, opstapelen en dan stort. Ik ga het niet moeilijk doen. Daar zo leeg mogelijk beginnen. En dan van daaruit helemaal opnieuw beginnen. Gewoon helemaal van scratch. Vloer zoeken, verven, schilderen. Alles mooi maken voor de kinderen. Mooie slaapkamers creëren. En dan zeg je, wat nou, wat is nou jouw droomhuis dan? Nou, droomhuis, dat kan ik niet kopen. Dat is een kwestie van simpel. Maar mijn realistische beeldhuis, wat ik voor een andere huurhuis zoek, is een huis met een vaste trap naar zolder. Geen vliezotrap meer, gewoon een vaste trap naar zolder. Een douche waar een wc in zit. En ietsjes groter is als dit. Dit is op zich wel groot, maar net voor ons niet logisch ingedeeld. Groot. En ja, dat is een beetje mijn wens. Mega groot achtertuin hoeft voor mij niet per se. Een grote voortuin hoeft voor mij ook allemaal niet. Als het maar wat wijder huis is. Ja, zo moet je het een beetje zien. Waarom een vaste trap naar zolder? Nou, dan kan bijvoorbeeld 1 kind boven slapen. En je kan de 2e grote slaapkamer krijgen. En dan neem ik dan het kleinste kamertje als kantoor. En dan hebben wij een slaapkamer. En van mij hoeven geen zolder meer. Ik wil eigenlijk geen zolder meer. We hebben daar ook een schuurtje en dat is al goed genoeg. Daar best wel te stoppen wat spullen in en dit zit. Ik wil zo leeg mogelijk huis in het nieuwe huis. En vandaar zoeken we wel uit wat we gaan doen in de toekomst. Dus ja, zo zie je het een beetje in. En ja, we willen best jullie daar meenemen in die traject. Laat het weten als jullie daar vlogs van willen zien. Ik twijfel er achteraan af en toe aan, want soms maak ik video's wat anders is en die wordt totaal niet bekeken. Terwijl dat wel gevraagd wordt, wanneer gaan jullie vloggen? Laat jullie ook wat anders zien. Nou ja, als we gaan verhuizen, ik ben benieuwd of jullie interesse hebben in de verhuisvlogs. Laat weten. Goed, dat is een beetje mijn wens. En dat het een beetje dicht bij de winkels zijn. Zodat ik gewoon de auto lekker kan staan. Dat ik lekker naar de winkel kan lopen. Lekker relaxed. Gewoon heerlijk lopen naar de winkel. Voor een brood. Of het avondeten te halen.
carrières, studies, nieuwe baan, wat het ook mag zijn. En nu misschien de sleutel van een hart die voor jou open gaat, van liefde, van harmonie, van een nieuwe partner. Het is nooit een nieuw kindje, je weet het nooit. Een sleutel van een nieuw hartje van je kindje, waar je helemaal verliefd op wordt, waar je helemaal een nieuw wereld voor je open gaat. Al dat soort dingetjes meer. Een sleutel. Van 1 januari neem ik dit op. Ik geef jullie, omdat jullie dit zien op 2 januari, gun ik jullie gewoon een sleutel voor iets nieuws in jullie toekomst. Wij ringelen, we rammelden, we deden. Maar ik hoop gewoon een heerlijke toekomst voor jullie. Een sleutel voor een betere toekomst. Wat het ook voor jullie mag zijn. Het is nou laat het weten wat jullie de sleutel van wil hebben. Wat dit in je toekomst mag voorbrengen. En kijk, het is noods eind van dit jaar waar we nu in zitten. Nog een keer deze video. En kijk in die reacties. En kijk, is het die wens van die sleutel wat je nou zocht? Is die gekomen? Is het uitgekomen? Is die sleutel bij jou terechtgekomen om die toekomst te brengen? Dat zou wel leuk zijn voor jezelf. En ik kan dan deze over een jaar terugkijken. En dan kan ik zeggen, hé, het is uitgekomen voor ons. Toch? Goed. Nou, ja. Mijn wens, ik zit ook de hele tijd zo. Ik zit echt met mijn vingertjes in elkaar gewoon zo van te bidden en zo. Alsjeblieft, wat het ook mag wezen. Laten we ons dit jaar een huis krijgen. Waar we kunnen gaan verhuizen. Een mooie nieuwe toekomst in kunnen gaan. Ja, wij zijn er klaar voor. Wij kunnen dit. We kunnen dit met z'n allen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Goed, willen jullie met heel die trajecten meegaan? En je bent al niet geabonneerd. Doe dat dan zeker op mijn YouTube kanaal. Hoe meer vrienden, hoe meer vreugde. Zeg ik altijd. Het is een heel oud gezicht hoor, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hoe meer vrienden, hoe meer vreugde. Dus, abonneer, volg mij, doe af en toe een duimpje omhoog, dan geef je mij weer een goed gevoel. En ja, dan zien jullie mij bij een volgende video. Ik ga dit afsluiten, want anders babbel ik weer te veel. En dan zit je misschien ook niet op te wachten, op al dat gebabbel. Morgen moeten jullie alweer naar Gebabbel luisteren. Nou, moet niet. Je mag naar mijn Gebabbel luisteren over mijn tatoeages. Dus, nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond om naar me te kijken, naar me te luisteren. En ik zie jullie graag morgen weer bij een nieuwe ASMR video. Een hele week lang. Hoe leuk is dat? Een hele week fijne ASMR video's. Goed. Weet je wat? Doen er van de week ook nog wel een mukbang tussen. Wat een gesmik. Laten we dat doen. Goed. Jongens en meisjes, dames en heren, Jenna Neutrale, dankjewel voor het kijken. En nogmaals, ik wens jullie het allerbeste van 2020.